Wat nog meer, Carla? Allemaal van de HZW. Ik zet ze maar voor het stadium. Ja. Wordt het een stevige wand of zo? Ja, weet je, de kleur vind ik prima. Ze kunnen van hier raken. Oh ja. Die liggen nog. Die liggen hier, hè? Nou ja. Oh, dat is voor de plank of zo? Ja. Die liggen hier. Ja. De plank heb ik hier neergezet. Twee. Mooi, echt heel mooi. Ik zie het. Ja, dat is helemaal duidelijk. Ik vind jammer dat ik niet eerst een feestje mag geven. Ja. Voordat het wat in de kus is. Wat jouw gezicht. Dat is met film inderdaad wel waar, hè? Dat is met de film. Ja. Ja. Dat moeten we wel waar. De kant. Ja, hij gaat. Dat is de eerste grap. De eerste leuk. Dank je wel. Marianne. Ja. Ja. En de trein. Jij een beetje? Ja hoor, lekker. Ja. Nou ja, joh. Ja. Nou, op stap. Maar al, ja, op stap. Stopteam hebben. Nou, al die docenten, familie, vrienden zijn er ook allemaal, dus die wil ik ook eigenlijk wel. We willen heel graag de. Hebben we geen lintje? Nee, we hebben geen lintje geregeld. We willen eigenlijk doorknippen, pan, maar we zitten er al zo'n tijd, dus laat het maar gewoon zo gebeuren. Maar we gaan genieten van de barbecue, zou ik zeggen. Ik wil nog wel even twee dingen zeggen. Reinoud. Waar is Reinoud? Reinoud! Hey! Waar is hij? En Anne, die hebben enorm dit als feest, als door alle organisatie. Dus we hebben nog straks een kleinigheidje voor jullie, maar dat komt zo nog. Ja? Even dus, applausje! Feestje van maken. We beginnen met soep aan die kant. Soep aan die kant. Verder misschien willen jullie nog wat vertellen. Ja,
Hey Jenna. Yo. Lukt die? Yo. Wat kun je doen? Ja. Dat is wel lukt. We zijn in Hillegom geweest. En weer terug. Dat is mooi. Ja, het is het epicentrum van op stap. Het is uit... Mijn dank is groot, onze dank is groot. Ik zou zeggen, het buffet is geopend. Ik moet jullie erg bedanken voor het afgelopen half jaar weer, want we doen natuurlijk dit soort dingen ieder half jaar. En zonder jullie was op stap niet geworden wat het nu is. We hebben vanochtend natuurlijk ook al een beetje benoemd, maar we zijn er trots op. En vooral op het speltechniek. En over hoe snel we het oppikken. Ja, maar ja. Dat is wel positiever, hè? Ja, maar ik zou zeggen, jongens, een hele goede zomer. Ja. Ik bel jullie als ik jullie nodig heb voor de zomer. Dus, proost maar. Cheers. Which her face is glowing, and I try to read her mind, which I may be fine.
Was het gewoon in de huiskamer, nou eigenlijk zo'n kamertje na de huiskamer. Er stond vol dozen en er stond een kopieerapparaat, zo je kon nauwelijks keren. Maar goed, samen met Gerard en Dick, de driehoofdige directie toen, hebben ze in ieder geval ervoor gezorgd dat Op Stap nu is wat het is geworden. Dick is tussentijds eruit gestapt en Gerard en Kalla die maken... Ja, hartstikke goed dat jullie vandaag jullie diploma hebben gekregen. Dat jullie het lef hebben gehad 18 maanden geleden om deze opleiding te gaan volgen bij Op Stap. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op dat jullie hier nu staan als zijinstromer en bijdragen aan de zorg voor de bewoners van Brabantzorg. Dus ik ben hartstikke trots op jullie. Het hele team van Op Stap is trots op jullie. En ik hoop dat jullie nog heel lang binnen de zorg blijven werken. Dus ga lekker genieten van deze uitslag van je diploma. En wie weet zien we elkaar weer gauw terug. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd. Oh nee! Oh, mijn gezicht is altijd zo goed. Ja, maar dat is altijd spannend. Is hij nog goed? Ja, ik zie nog. Dat stond niet al. Weet je, ik heb geen idee. Maar even maar één klein slokje dan maar, hè? Nou, ik denk de mailtjes die worden er zo leuk van. De service mee. Ja, dat is ook zo. Proost! Wij zijn Op Stap Zorg en Welzijn en we verzorgen mbo-opleidingen binnen het domein Zorg en Welzijn op niveau 1 tot en met niveau 4. De leerlingen zijn met name volwassenen die binnen een zorg- en welzijnsorganisatie werken en willen doorscholen of als zij instromen willen gaan werken. De ontwikkelingen in de zorg die wij zien heeft te maken met dat niet alleen de zorg belangrijk is voor zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook het welzijn voor de cliënten. Een mooi voorbeeld is het Lefgozer traject in Brabant, waarin zijinstromers, dus mensen die helemaal nog niet in de zorg hebben gewerkt, in de zorg gaan werken, maar dan ook het welzijnstraject helemaal meenemen. Oh, dat kan ik niet. Kijk eens! Oh, er zit water aan, in de tuin. Ja, jongens, op... Op jou, ja. Slaagd.